In 1509 verschijnt er een boekje, wat veel ophef veroorzaakt. Het heet Lof der Zotheid. De humanist Erasmus uit Rotterdam bespot hierin de kerk en de gelovigen. Priesters en bischoppen noemt hij hebberig en inhalig. En de kerkgangers noemt hij dom en bijgelovig. En die kritiek kwam niet vanuit het niets. Veel mensen vonden het een schande dat de kerk uitpaalde van het goud terwijl het buiten honger was. Bisschoppen hadden hun eigen legers en monniken hielden eet- en drinkfestijnen. De paus omringde zich met pracht en praal als een koning en er waren geruchten over kindermisbruik. Om in de hemel te komen verkocht de kerk aflaten aan bange gelovigen en de bijbel was alleen in het Latijn beschikbaar, zodat gewone mensen dom gehouden konden worden en altijd een priester nodig hadden als ze iets wilden weten. Ook de wreedheid van de inquisitie stootte veel mensen af. Joden, homo's, briljante wetenschappers en ongelovigen werden in principe op de brandstapel gegooid en gemarteld. Maar dankzij de nieuw uitgevonden boekdrukpers konden andere ideeën zich sneller verspreiden dan ooit. Vanaf 1517 protesteerde de Duitse monnik Maarten Luther tegen de schandalen van de kerk. Dat jaar schreef hij 95 stellingen, waarin hij aan iedereen vertelde dat de handel in aflaten schandalig was, dat je juist een persoonlijke band met God kunt hebben zonder tussenkomst van een priester of paus. Hij was tegen alle afgodsbeelden van heiligen, waar de katholieke kerk vol mee staat. Door deze protestantse ideeën werd Luther uit de kerk verstoten en vogelvrij verklaard door de keizer, oftewel iedereen mocht hem zonder straf vermoorden. Een Duitse vorst nam Luther echter op in zijn kasteel en daar vertaalde hij de Bijbel voor het eerst van het Latijn naar het Duits, zodat gewone mensen het ook eens konden lezen. Na Luther kwamen er meer hervormers, zoals Calvijn. Calvijn vond dat iedereen zelf de Bijbel moest kunnen lezen en bescheiden moest zijn en hard moest werken. Je moet matig leven en bidden, want mensen zijn zondig. Nederland wordt vaak een Calvinistisch land genoemd, omdat het altijd draaide om hard werken, op zondag bidden en niet opscheppen. Doe maar normaal en niet laten zien als je geld te besteden hebt. In de noordelijke helft van Europa verlieten mensen de katholieke kerk en hielden hun protestantse preek gewoon buiten in de open lucht, terwijl dat natuurlijk verboden was. In 1566 waren protestanten in Nederland de onderdrukking zat en vielen de katholieke kerken aan. De muren werden wit en de beelden werden stuk geslagen. Deze gebeurtenis in Nederland hield de beeldenstorm en is het begin van de vroegmoderne tijd in Nederland. Eenmaal de baas gingen de protestanten juist de katholieken onderdrukken en typisch voor de protestanten van deze tijd is de heksenvervolging, oftewel het wegen en daarna verdrinken van vrouwen die zich bezighielden met geneeskunst of poëzie. Vanuit Frankrijk kwamen zo'n 70.000 onderdrukte Calvinisten naar Nederland. Ze vluchtten omdat ze gewelddadig werden vervolgd door de katholieke kerk. Deze groep wordt de Hugenoten genoemd. En bijna elke Nederlander heeft wel een Franse Hugenoot in zijn voorouders. Als kritiek op de hele toestand werd in 1614 dit schilderij, de Zielenvisserij, geschilderd. Links zie je de Protestanten. Zwart gekleed omdat ze sober, zondig en calvinistisch zijn, en rechts de vrolijke feestbol van de katholieken. Allebei proberen ze met bootjes de nietsvermoedende burgers te bekeren en aan boord te hijsen. Je kunt wel nagaan dat als je dit schildert, dat je dan met je leven speelt. Kortom, het bedenken van het Protestantse geloof en de gruwelijke godsdienstoorlogen die daarop volgden, is een van die momenten waarvan je zegt. Dan zijn de middeleeuwen voorbij en is er een tijd begonnen die al wat meer op onze tijd lijkt. Het was het begin van vele godsdienstoorlogen en leed in heel Europa. Op veel plekken, zoals in Noord-Ierland, maken protestanten en katholieken elkaar nu al zo'n 500 jaar lang het leven zuur. En de katholieke kerk valt nog steeds van het ene in het andere schandaal. En wie had dat gedacht? Toen Maarten Luther al in 1517 alleen maar de schandalen binnen de katholieke kerk aan de kaak wilde stellen.